Zometeen zijn we aanwezig bij de koninklijke première van Nova Zembla. Waar keek je het meest naar uit toen je hoorde dat Doutzen je tegenspeelster ging worden? Wat denk je zelf? Onlangs ging de nieuwe musical Wicked in première. Stuurpunt, je kan de scheid krijgen. Op het Noord-Brabantse Festiland spreken we met de Memphis Maniacs. Dat we zeg maar studenten net uiteindelijk gaan overnemen, dat is ons doel. En vanaf deze week te zien in de bioscoop New Kids Nitro. Deze week ging het lang verwachte New Kids Nitro in première in Eindhoven. Ik ben benieuwd wat ik zou moeten doen om een rol te krijgen in deel 3. Speciaal ben je erop gestaan voor deel 2? Nee, ik ben nog steeds dood. Dus ik speel geen bijrolletje in de film. Is een rolletje in New Kids 3 niet wat voor jou? Ja, dat weet ik niet. Dat moet je aan de makers vragen eigenlijk. Ik wil namelijk ook in New Kids 3. Ik dacht, we kunnen we samen. Maar jij gaat ook in New Kids 3? Hoop ik, dat wil ik graag. Maar wat wil je dan doen? Ja, vrouwelijke hoofdrolspeelster. Vrouwelijke hoofdrolspeelster, maar weet je dat zeker met wat je in deze films gezien hebt? Hey Paul, jongen! Gooi de nitro er eens in dan! Kun je hakken, dan zit je wel heel goed. Witte snowboots, is dat ook wat? Zilver? De Air Maxes. Nederland. Je moet heel veel kunnen slikken. Ik denk dat je hele goede tieten moet hebben, sowieso. En dat je heel bij de hand moet zijn. Ik wil heel graag de vrouwelijke hoofdrol in New Kids 3. Wat moet ik nou doen om daarin te komen? Een script schrijven voor New Kids 3. Wat dan mijn uiterlijk doen misschien? Nee, volgens mij is hoe je haar nu zit is wel helemaal oké. Maar kaal? Als ik dus naar de vorige film kijk wat er allemaal in zat, dan verwacht ik deze film natuurlijk wel veel meer. En als je dan een vrouwelijke hoofdrol wil, dat je dan heel erg ver moet gaan. Of je dat wil is natuurlijk een tweede. Kom dan met u! Ik had gezegd dat ik moest oprotten! Kom dan jongen! Een leuke kut met hem op! En als wij winnen, kom ik er nooit meer een maaskantje, jongen! Nooit meer! Jullie gaan eraf! Allemaal! Ja! 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 Ik wil heel graag een vrouwelijke hoofdrol in deel 3. Oké. Okay. Dus wat moet ik, waar moet ik aan voldoen? Wil ik daar in kunnen? Waar moet je voldoen? Ja, je moet op ingeschreven staan bij castingbureau of op auditie komen en gevraagd worden. Van makeover of kan ik zo door? Ja, je haar zit wel strak genoeg. Misschien moet de zijkant er weg scheren. Buurmeisje. Net zoiets als in Forim Magazine. Nee. Oh, reclame. Ik moet wel zeggen dat je wel een beetje op Deborah lijkt. Je hebt er wel iets van weg. Ik zou alleen even die staart dan inderdaad iets hoger doen. En ik zou even die wenkbrauw een paar streepjes erin scheren. Jongen. Nee, iets meer hè. Iets met de G. Jongen. Ja, daar zit een G in. Zij vergelijkt. Nitro. Vandaag ben ik afgedaald naar het Noord-Brabantse Volkel, waar de vierde editie van Festiland het festivalseizoen officieel afsluit. Artiesten als Van Velzen, Erik E. en Paul Elstak zullen zo dadelijk het podium betreden, maar ik ben vandaag uitgenodigd om mee te lopen met de Memphis Maniacs. De Memphis Maniacs zijn een graag geziene gast op festivals en natuurlijk ook op ons eigen jaarlijkse Snow Event. Met een onverwachte mix aan covers en diverse muziekstijlen behoren de heren tot de top van de live mashups bands. Hoe was het jongens op het podium? Ja, warm. Geweldig. Ja, was echt super. Dat was echt een super afsluiting van een mega seizoen. En beter hadden we niet kunnen hebben. Wat is er zo leuk aan festivals? Festivals is zo leuk dat de sfeer er heel vaak in zit. Een heleboel mensen rondlopen die niet precies weten wat ze kunnen verwachten.
Bij een club toe komen ze specifiek voor jou, maar bij een festival heb je een heleboel mensen die je kan verrassen, omdat ze geen idee hebben wat er gaat gebeuren. Best lastig om jullie muziek te omschrijven, want je doet echt alles door elkaar heen in principe, toch? Nou ja, we proberen heel hard het woord coverbandje te vermijden en dat lukt ook wel. Want als je Sec beschrijft, we spelen covers, maar inderdaad, ja, dan speelt een DJ is dan ook een eenmans coverband. En een klassiek orkest zou dan ook een coverband zijn, zo zien we dat altijd. We waren bezig, we begonnen eerst met een soort danceversie van Elvis nummers en op een gegeven moment begonnen we nummers door elkaar heen te spelen. Ja. En het was vooral toen we dat deden dat we merkten dat het een enorme reactie op riep bij het publiek. En een paar van ons waren al bekend met Too Many DJs, wat een clubje mensen is die eigenlijk ook allemaal nummers, oh dank je, allemaal nummers door elkaar heen speelt. Maar wij proberen dat, ja het is eigenlijk, er wordt ook gezegd, de kracht van een live band die klinkt als een DJ. Eigenlijk het klinkt als een DJ die een paar platen door elkaar heen draait, maar in plaats van dat er een paar platenspelers staan er een paar muzikanten, dus je krijgt gewoon een klein stukje show gratis en voor niks bij. Ja, de clubtour. En meer gekke mashups. Oh, Snowy Fans. Sorry, ja, helemaal. Snowboard and the Maniacs. En een aantal laffe skiers erbij. Maar ja. Tot slot, wat zijn echt jullie ambities? Dat we zeg maar Studentennet uiteindelijk gaan overnemen. Dat is ons doel, zeg maar. Nou, top jongens. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ik vond het echt heel gaaf. Dat ding even goed. Zo. Ja? Ja? Ja. Oké. Okay. Dag. Quite remarkable. In 1982 werden de bioscopen opgewacht door het inmiddels tot een horrorklassieke bestempelde The Thing. Nu, 29 jaar later, vond men de tijd voor een prequel. This is Kate Lloyd, Columbia Paleontology. Let me show you why you flew 10,000 miles. In het nieuwe The Thing sluit een zekere Kate Lloyd zich aan bij een Noors onderzoeksteam dat in Antarctica een buitenlands ruimteschip heeft ontdekt. Wanneer ze per ongeluk een fossiel uit het schip tot leven wekken en bevrijden, breekt de hel los. Toen ik bedacht van misschien moet ik iets met The Thing doen, dat dacht ik los van die mensen die het al wilden doen. Dus toen was mijn idee eigenlijk, misschien moeten we dan een sequel doen of zo. En zijn die twee mannen daar doodgevroren in de sneeuw. Hè? En die worden ergens teruggebracht naar of een soort van olietanker of naar een soort van booreiland. Of, weet je. Ja, toen zijn we gewoon helemaal die film gaan analyseren. En dat was natuurlijk een soort van crime scene. Weet je. Je zag allemaal de restanten van chaos en daar hebben we onze fantasie op losgelaten. What are those? I think they're fillings from someone's teeth. I found them by a puddle of blood in the shower. Puddle of blood? It can clone cells, but not inorganic material. It couldn't copy these, so it spit them out. In de meeste horrorfilms is natuurlijk altijd het monster een beetje extern. Het is een groot monster wat ergens rondrent. En hier is het gewoon, het kan iedereen zijn. En dat is natuurlijk heel eng. Right, so whatever it is still here. Ik wilde eigenlijk alles practical doen. Het heet dan practical, weet je, allemaal gaan mensen inpakken en zo. De studio gaf me niet heel veel voorbereidingstijd. En dat kost gewoon 8 maanden of zo. Dus sommige dingen waren practical. We hebben alles gewoon echt in camera gedraaid. Maar sommige dingen waren gewoon niet goed genoeg, dus die moesten een beetje opgeleukt worden in de computer. De Thing draait nu in de bioscopen. Nieuwe land, Nova Zembla. Vanavond gaat hier in de Amsterdamse Rij de nieuwe film van Reinhard Oedemans in première. De film vertelt het verhaal van een jonge schrijver die een dagboek bijhoudt over de beroemde overwintering van Willem Barents en Jacob van Heemskerk op Nova Zembla. Ik ben benieuwd of Nederland klaar is voor 3D. Nou ja, en je ziet het, hè, wat het hier allemaal is. Het is gewoon Hollywood, toch? Ja, zeker. Ja, nou vind ik wel. Je hebt een 3D-beeld op, zie ik.
Ik heb mijn 3D, die heb ik nog niet gehoord vanavond, bij de hand. Het is geen 3D, het is 5D. Wist je het al? Ja, -5, -5. Ik heb toevallig een paar weken geleden een 3D televisie gekocht. Ik vind het wel heel interessant. Ik moet heel eerlijk zeggen, thuis niet echt in bed zit met een bril op. Dus, maar ik vind het wel mooi. Ik ben heel benieuwd naar hoe dit is... dit geworden is. Het is een goede filmmaker, Reinoud. Dus ik kan niet anders bedenken dan dat het een spektakel gaat worden. Waar kijk jij nu naar uit, wie er van het scherm afspat straks? Ja, Doutzen natuurlijk. Ja, dat is toch helemaal leuk. Ja, en Victor Ranier natuurlijk. Heerlijk. Oh, sorry. Zei ik dat hard toch? Moet je nou met dit... Oh, man. Met deze ellende mislukken je zijn! Wat moet je hier mee? Heb je 3D-beeld al breien? Dit krijg ik binnen. Ik hoorde het net van de jongen van Polaroid. Die hebben de beste 3D-brillen, schijnt. En die liggen allemaal klaar en die mogen we houden. Ja, joh. Ik zie vanaf nu alles in 3D. Ik heb met Steven Spielberg op de set gestaan. Dat vond ik al echt helemaal te gek en ongelooflijk gaaf. Maar dit is gewoon, dit slaat alles. Dit heb je in Nederland nog echt, dit is nog nooit hier vertoond in Nederland. Deze film is zo spectaculair. Hoe reageerde je toen Reinoud naar je toe kwam van ik wil de eerste Nederlandse 3D-film maken en ik wil jou erin hebben? Dat vond ik werkelijk zo geweldig. Vreugdedansje gemaakt? Nou, wel meer dan dat. Heb ik een vreugdedansje gemaakt met heel Amsterdam, geloof ik. Waar keek je het meest naar uit toen je hoorde dat Doutzen je tegenspeelster ging worden? Wat denk je zelf? Zeg jij het maar. Naast behaalde successen in onder andere de Verenigde Staten, Londen en Duitsland komt Wicked, een magische musical over twee heksen, nu ook naar Nederland. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Chantal Jansen, Jim Bakkum en Willemijn Verkijk, welke ook al te zien was in de Duitse uitvoering. Op naar de groene loper. Wat vind je van het verhaal van Wicked? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het verhaal eigenlijk niet zo goed ken, maar het is volgens mij het verhaal voor... Wizard of Oz. Wizard of Oz, dankjewel. En dus ik ken het verhaal eigenlijk helemaal niet. Wicked gaat volgens mij over twee vriendinnetjes die... Ik ken het verhaal helemaal niet goed eigenlijk. Kijk jij tijdens de voorstelling nou ook stiekem uit naar de afterparty? Nou ja, een hapje en een drankje is natuurlijk nooit erg. Nee. Nee, ik kom echt voor de musical. Nu al. Ja, nou ik moet rijden dus... Ik heb ook een beetje een touch of green. Ik heb me laten inspireren door de heks, want daar lijkt ook wel een beetje op eigenlijk. Het is de Wizard van Oz alleen dan voor de Wizard van Oz of na de Wizard van Oz. Mijn vriendinnetje is al in Nederland, nee niet in Nederland, maar in twee andere plekken geweest. Dus die heeft me er alles over verteld, maar het verhaal nog niet. Een beetje vaag, vind je niet? Nou, het is een heel complex verhaal wel. Het is een roman geweest. Dus het zit vol met details. Het is een heel vol verhaal. Ik wil je goeroe zijn dan nog veel meer een zuster aan het maken. Samen tot het gaatje. Ja, zo maak ik jou populair. Ik weet alles van populair. Ik leer de laatste trend en een goed accent. Vooral een goede gooise R. R. Heb je de voorstelling gezien? Ja. Wat vind je van de afterparty? De afterparty is een lichtelijk rustig, zal ik maar zeggen. Of is er ergens anders nog een afterparty? Ik weet het niet. Hoe is de afterparty? De voorstelling was heel gaaf. Elphaba is zo'n mooi karakter waar je je zo in kunt herkennen. En je mag zoveel met die rol doen. In het begin denk je, oh, een sprookje. Maar uiteindelijk denk je, ja, dit is niet echt een zoet sprookje of zo. Weet je, er wordt ook heftig gezoend op het podium en heftige muziek. Het was een heel moeilijk repetitieproces. Proces. Het was super zwaar. Er werd heel veel van ons gevraagd, geëist. We hebben vanavond volgens mij een hele goede show neergezet. Wat heb ik opgestoken? De moraal van het verhaal. De moraal van het verhaal. Voor de moraal hoef je niet te gaan. Dat klinkt heel onaardig eigenlijk, hè? Als je niet helemaal weg bent van musical, maar je wilt toch iemand verrassen met een leuk avondje uit. Het lijkt wel een verkoopplaatje, zit. Twee zulke goede stemmen, Verkijk en Jansen. Jongens, waar vind je ze ter wereld? Beter is er niet. Maar je kunt dus wel zingen. Nou, dat zeggen ze, maar daar zijn de geleerden het helemaal niet over eens. Nou, als ik nou even een stukje laat horen, dan kunnen nee, wij dat wel. Ja, dat wist ik dat het kwam. Stuurpunt, je kan de scheid krijgen. Tot
Tot zover deze aflevering van Medium on the Road. Volgende maand onder andere aandacht voor de voorstelling Spuiten en Slikken en de film The Help.